2023 is een feestelijk jaar, want de huidige gemeente Coevorden bestaat dan 25 jaar. Maar er is nog iets heel moois, want we vieren ook het 60-jarig jubileum met Noordhoorn. En we zijn dabei verschillende veranstaltungen te plannen om eben dieses Städteband nog verder te vertiefen. De stedenband tussen Noordhoorn en Coevorden is na de oorlog gegroeid en werd op 23 april 1963 ook officieel bekrachtigd. Damals had Coevorden Noordhoorn die hand gereikt en had gezegd: wir wollen die sehr gute Zusammenarbeit, die vor dem Weltkrieg zwischen uns bestanden hat, wollen wir in Zukunft wieder vertiefen und die Freundschaft entwickeln. En de stedenband is vandaag de dag nog steeds een hele hechte vriendschap. En we werken op vele terreinen met elkaar samen. En we overleggen natuurlijk ständig, wat kunnen we doen om eben ook die wirtschaftliche, toeristische en ook die berufliche vernetzing te sterken. Vandaag de dag werken we ook enorm veel samen op economisch gebied, toeristisch recreatief, in onze gezamenlijke arbeidsmarktregio. En een heel belangrijk project voor ons is natuurlijk ook de verbindingen op het gebied van internationaal spoor. In diesem Jahr wollen wir natürlich auch feiern. Das Jubiläum 60 Jahre ist schon ein ganz besonderes. Es gibt verschiedene Veranstaltungsformate für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Politik und Verwaltung der Stadt Noordhoorn und eben der Gemeinde Coevorden. En natuurlijk gaan we dan terugblikken op 60 jaar stedenband en we gaan vooruitblikken met elkaar naar de toekomst. Naast de activiteiten die we als gemeenten gezamenlijk gaan organiseren, nodig ook iedereen, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties uit om de verbinding tussen beide steden te leggen en activiteiten te organiseren.